Hey allemaal, welkom bij Board Game Heaven. Vandaag zijn we bij het Spellenfestival in Genk. Vorig jaar was het de eerste editie in Bilze, maar het is in 1 jaar tijd al zodanig gegroeid dat ze nu in de Limburghal zitten in Genk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ons binnen allemaal te wachten staat. Laten we snel even gaan kijken.
Zo, hier zijn we bij Alan Steven Severi, de auteur van Baby Clues. Ali, wat kun je ons vertellen over dit spel? Wel, Baby Clues is eigenlijk een aflevering van Scooby-Doo gevangen in een kaartspel. Mm-hmm. In dit kaartspel speel je als een van deze 9 criminele baby's. Je zit in een landhuis, de lichten gaan uit, de lichten gaan weer aan en de zeldzame collectie paplesjes zijn gepikt. De baby's proberen uit het landhuis te ontsnappen met 5 paplessen en wie daarin slaagt, wint het spel. Oké, klinkt leuk. Dankjewel. Genoeg. Nou, ik ben hier momenteel bij Erik Schelen, de ontwikkelaar van het spel Castellum, dat hier ligt in de prototype vorm. Erik, vertel ons wat over je spel. Het spel is eigenlijk ontstaan omdat ik een afstudeerproduct moest afleveren op de kunstacademie. Ik wilde iets doen met geschiedenis, iets doen met spellen. Met twee hobby's gecombineerd eigenlijk. En dit is waar ik op ben gekomen. Ja. Dus het is, ik denk een jaar lang of zo, vooral heel veel onderzoek doen, heel veel playtesten. En uiteindelijk had ik een product waar ik zo trots op was dat ik het wilde uitgeven. Mm-hmm. En toen ben ik naar verschillende uitgevers gegaan, maar de Game Brewer, die had het zo'n idee als ik. Oké, mooi. En wanneer kunnen we het in de winkels verwachten? Als het goed is, in het najaar van 2017. Mm-hmm. Maar als je het echt vroeg wil hebben, kun je ook naar Spiel gaan. Dan wordt het ook verkocht. Oké, nou dat is mooi. En wat is het voor een spel, kort?
Het is een beetje een historische worker placement game. Dus iedereen verdedigt een ander deel van de stad Maastricht. Iedereen heeft een aantal meepeltjes, die kun je inzetten om op het begin van iedere ronde grondstoffen te verzamelen. Soldaten te huren om jouw stukje van de stadsmuur te verdedigen. Eigenlijk iedere veldslag die plaatsvindt, kun je jouw stukje van de stad uitbreiden. Okay. Dus je verdediging up-to-date krijgen. Want de aanvallers worden ook steeds moderner en gevaarlijker. Oké, okay. Klinkt goed. Veel succes. Dankjewel. Tot ziens. Yeah.
Nou, we staan hier bij Lisbeth Bos. Zij is de auteur van Black Stories Investigation. Lisbeth, wat kun je ons vertellen over dit spel? Nou, dit spel is in augustus uitgekomen bij Moses in Duitsland. En het is ook in Essen te verkrijgen, al drie bij de Moses tent. Dus ga allemaal kijken. Het mooie is, iedereen kent waarschijnlijk Black Stories wel. Dat zijn van die raadsels die we proberen op te lossen. Dit heeft daar in principe niks mee te maken. Dit is een language independent, ja, spraakneutraal, taal-onafhankelijk spel. En in dit spel ga je verschillende moorden oplossen. Nou, ik laat eerst even het doosje zien, want het doosje is echt heel erg mooi. Hier zitten de spelregels en de murder cases opgesloten. En hier is een blaadje waar al wat materiaal in zit. Nou, het verhaal is als volgt. In de stad is een seriemoordenaar lekker bezig geweest. En we moeten een aantal moorden zien op te lossen. Het probleem is, we weten helemaal niks. We tasten volledig in het duister. Dus, is er een man vermoord of een vrouw? Was het overdag of was het 's nachts? Was het buiten of binnen gebeurd? En is het met een pistool gedaan of met een mes? Dat is wat we moeten uitzoeken. Iedere speler krijgt hetzelfde aan materiaal. Dat is zo'n strookje waar je in gaat puzzelen. Zijn puzzelchips, zeg maar, waar je mee uit gaat zoeken. Zo'n murder case. Iedereen heeft zijn eigen murder case. En daarin zit, zeg maar, de oplossing van wat gebeurd is. Ja. Maar iedereen heeft dat en je moet bij iedereen proberen om dat uit te zoeken. Iedere speler krijgt ook 3 handkaarten. En die handkaarten zien er zo uit. Daar staan verschillende clues op. En iedereen krijgt ook kaarten waarmee ik op kan lossen. Als ik heel zeker van mijn zaak ben, dan krijg ik deze kaart neer. Dan krijg ik op het einde van het spel, als ik het goed gedaan heb, 3 extra bloedchips. Want daar gaat het om, wie de meeste chips heeft op het einde. Zit ik een beetje onder tijdsdruk, omdat ik denk, iemand anders gaat het oplossen. Ga ik het proberen, dan speel ik bijvoorbeeld deze kaart uit. Dan heb ik het goed, krijg ik wel 1 chip. Ja. Zo gauw het speler al deze 3 kaarten uitgespeeld heeft, is het spel voorbij. Geen die de meeste chips heeft. In principe is dat alles. Ja. Even heel snel, als je speelt, dan pak je even die handkaart en je vraagt aan de speler van, nou, waar zou deze kaart passen? Dus deze kaart heb ik gekeken, die komt hier te liggen, want 2 clues komen overeen met wat hier in mijn murder file staat. Dan kan het zijn dat een andere speler, of jij in je volgende ronde, weer een kaart uitspeelt. Dat is deze kaart. Ik check de clues weer met mijn kaart die ik heb. Dat is dus geheim voor de rest. En ik zie dat er 3 overeenkomen. Leg hem hier neer. En nu heb je misschien genoeg informatie om het uit te puzzelen. Want je weet zeker dat het buiten was. Je weet zeker dat het een pistool was. En je weet hier zeker dat 3 dingen goed zijn. Nou, het kan niet het mes zijn, want het pistool is goed. Dus alle andere dingen, man en overdag, moeten kloppen. Je bent heel erg zeker van je zaak. Daardoor geef je de kaart met de 3 bloeddruppeltjes. Je zegt van, nou, check het maar. Ik weet dat dit het is. Ik check het. Het klopt. Je hebt het helemaal goed. En dan krijg je 3 bloeddruppels plus nog een aantal punten, omdat je het binnen een bepaalde tijd hebt opgelost. En uiteindelijk degene met de meeste bloeddruppels, die heeft gewonnen. En zo speel je Black Stories. Ja, en dat was dus in het kort Black Stories Investigations. Dankjewel, Lisbeth. Ja. We komen vooral op Spiel en Essen ook even kijken in hal 3 bij de Moses stand. Ja. Kun je dus uitproberen? Kunnen we ja. Meenemen als je wilt. Ja, zeker. Goed. Okay. Dankjewel. Ja, bedankt. Tot ziens.